Anders. Ja. Met heupen. Ja. Dat kunnen we allemaal aanpassen in het volgende stadium. Kunnen we allemaal aanpassen. Mevrouw, wat ziet u hier eigenlijk? Wat is wat dat? Wat ik hier doe? Nee, ja, wat ziet u daar? Ik ben gepassioneerd door de dans en door Ali. En ik wil dat die vloer daar komt. Dus kijk, en u heeft net een handtekening gezet. Ja. Want het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. Ja, die hebben we ook al heel gedaan. Beetje slordig. Ja. En wat weet u, uw dochter is ook echt een dansfanaat, had ik begrepen. Dat is helemaal geschrift. die danst heel graag. Ja, heel graag. En waarom is zo'n dansvloer, denkt u, belangrijk eigenlijk? Nou, omdat het super mooi is. Zoals het voor mijn dochter belangrijk is, is het voor de kinderen ook belangrijk. Misschien hun mannen, gefrustreerde mannen. Zo kan laten zien. Ja, de gefrustreerde mannen. Maar hij zal inderdaad zien dat je. Hij staat nu op draaien. Dus als je die ingedrukt houdt, kan je hem maar draaien. En hier zien we inderdaad de dansvloer. Ja, ik kan de laptop niet meenemen naar beneden. Onze voorstelling. Je moet hier naar boven komen. Ja, ik heb hier. We leiden iedereen hier naartoe. Ja. Ja, even een vraagje. En, als het regent. Dit is dicht. Pardon, dat is niet echt duidelijk. Ja, en dan, wat is nog meer? Wat zijn die zwarte punten daar? Op die groene bankjes? Oh, dat zijn stopcontacten. Want je hebt namelijk stroom nodig. Dat kan ik even laten zien. Dit is volledig duurzaam ontwerpen. Van Dimosi en All One. Zeker. Ja, maar Ali, jij bent Dimosi. Wat... Dimosi, ja, dat is een naam die uit Irakese mythologie komt. Dus mijn vader noemde me Dimosi, dus vandaar is die naam voor mijn bedrijf en voor mezelf ook als artiest. En het stond voor doorzettingsvermogen, hè? Doorzettingsvermogen, ja. Dat hebben we nodig, hè? Pijn en goed en slecht leidt. Zoals yin-yang eigenlijk. Ja.